De commissie Remkes brengt woensdag een advies uit aan het kabinet over het aanpakken van de stikstofcrisis. Vanmorgen berichtte het AD al dat de commissie Remkes met in ieder geval 2 noodmaatregelen gaat komen. Een van die 2 is inkrimpen van de veestapel. Volgens CDA-europarlementariër Annie Schreyer-Pierik zijn er wel betere ideeën. Nou, inkrimpen van de veestapel is helemaal onbespreekbaar. Je moet er op een andere manier mee omgaan. En dat heb ik al jaren gezegd. De laatste tijd heb ik vaak gezegd, waarom gaan we niet met name meer geld doen voor boeren die willen stoppen? Ga kijken naar uitwisseling van varkens- en koeienrechten en kippenrechten. Hè. Je kunt uitwisseling van rechten plaatsvinden. Dus je hebt andere mogelijkheden dan de verplichte krimp van de veestapel. Waar zijn we eigenlijk in Nederland mee bezig? Het gaat niet alleen om die land- en tuinbouwsector zelf, maar ook de aanverwante industrie.